Het is een prachtige maandagmorgen, 9 uur 's ochtends. En ik had even zin om een ritje te maken op mijn Aprilia RX 50. En ik dacht, daar kan ik wel even een klein mini-reviewtje over maken. En ik vind het een hele toffe brommer. Want hij heeft namelijk crossbanden. Maar niet alleen crossbanden, maar ook echt crosswielen. En dat wil zeggen dat de wielen groter zijn dan een supermoto model. Voor 21, achter 18. En in tegenstelling tot 17 inch wielen. En met deze noppen heb je echt zoveel meer fun dan eigenlijk een supermotaar. En uiteraard kun je er dan natuurlijk mee offroad rijden. En dat is natuurlijk super leuk. Maar je zou denken dat dat niet zo goed op straat rijdt. Maar niets is minder waar. Dat rijdt dus eigenlijk gewoon heel normaal. Het schudt niet of zo. Het is niet echt instabiel. Overigens is deze brommer natuurlijk wel standaard. Hij loopt ongeveer 65. Dus ja, je merkt ook niet bij hele extreme omstandigheden het verschil. Maar desondanks een hele stabiele, fijne, neutrale brommer. Als je het hebt over een comfortabele brommer, dan heb je het over deze. Want ja, hij heeft goede veerweg, goede vering ook. Achter geen ProLink systeem. Gewoon een simpele schokdemper. Voor een KYB telescoop voorvork. En in tegenstelling tot de standaard derbies is deze net even wat dikker. En net even iets net even iets betere schokdemping. Natuurlijk is het nog steeds geen upside down voorvork, wat natuurlijk ook wel heel fraai uitziet. Maar al met al vind ik deze brommer echt ontzettend mooi. Vooral om te zien. Gewoon die kappen, dat ontwerp, dat is zo goed gedaan door Aprilia. En ik vind hem eigenlijk zelfs nog mooier dan een derby. En ik ga zelfs een vrij gedurfde uitspraak doen. Dit is een van de leukste brommers die ik ooit heb gehad. Uiteraard was mijn Derby Pro een fantastisch mooie brommer. En die was toch wel iets rijkelijker uitgerust. Maar omdat deze dus die crosswielen heeft, vind ik hem zo'n fun factor omhoog gaan. Dat het echt gewoon een fantastische brommer is. En ik snap eigenlijk niet waarom mensen niet de crossversie kopen. En juist wel die supermotaar versie. Tuurlijk, die supermotaar ziet er wel heel mooi uit met de kleinere wielen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind dit toch wel echt goed dik hoor. Dus laat me even weten wat jullie van deze brommer vinden. En blijf mijn video's kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video. Adios.